In het soapdrama Goede Tijden, Slechte Tijden staat Shanti en Rick binnenkort een emotioneel afscheid te wachten. Volgende week donderdag zal Mats, vertolkt door Rowan Veldman, definitief Meerdijk verlaten. Mats, de dakloze jongen die eerder door Chanti en Rick in huis werd genomen, heeft sinds zijn intrede in de serie een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Enkele maanden geleden maakte Mats zijn entree als dakloze in Meerdijk, waar hij vervolgens zijn intrek nam bij Shanti en Rick. Ondanks enkele strubbelingen in het begin, wist hij het hart van Shanti te veroveren. Nina bood hem zelfs een kans als model aan, wat zijn carrière aanzienlijk deed groeien. Het hoogtepunt kwam toen hij een aanbod kreeg om naar Parijs te gaan, een lang gekoesterde droom die uitkwam voor Mats. Helaas betekent dit succes ook dat Mats Meerdijk voorgoed achter zich laat, zoals RTL heeft bevestigd aan GTS-Courant. Rowan Veldman zelf had eerder in een Instagram Q&A aangegeven dat hij graag een adoptieverhaallijn in de serie zou willen zien, gezien hij in het echte leven geadopteerd is. Het lijkt er echter op dat deze verhaallijn niet tot stand zal komen door zijn vertrek uit de soap. Ondertussen bereiden GTS-defens zich voor op het naderende pensioen van Laura Selmhorst, gespeeld door Jette van der Meij. Gelukkig heeft haar soop-echtgenoot Henk, Johnny Crykamp Jr., geruststellend nieuws te delen.